Hashtag was voor mij één groot leerzaam avontuur. Ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen en weer een hele gave ervaring rijken. Dat niet alleen voor mij, ook voor al mijn medekandidaten, waarmee ik heel veel plezier heb beleefd. Tico! Ik krijg opeens een flashback naar aflevering 1. Een montagetrucje. Aflevering 4. Je kan wel zeggen dat ik een creatieve duizendpoot ben in het video maken en een echte trotse Brabander. En ook al ga ik dan elke dag naar de theaterschool in deze grote wereldse stad Rotterdam, voel ik me pas echt weer thuis als ik weer terug ben over de Maas. Zijn we dan echt op mijn happy place, de plek waar het serieus video maken is begonnen. Hier ben ik begonnen met mijn wekelijkse YouTube kanaal. Hier is Tico, waardoor dat ik veel videoprojecten heb kunnen doen en grote stappen heb kunnen zetten in het maken van content. Ja, zoals jullie weten vind ik het leuk om filmisch te werken, maar na aflevering 7 ben ik erachter gekomen dat reportageverslag ook heel leuk is. Misschien hier in dit pretpark van Omroep Brabant of bij 3 uurtjes vooraf. Theater. Ja, dit is mijn thuis. Dit theater is het eerste grote podium waar dat ik als klein jongetje op heb gestaan. En morgen sta ik hier weer, 29 december, met de musical Robin Hood. Als ik het contract win, zou ik graag bij Omroep Brabant meer aandacht willen besteden aan kunst, cultuur en sport. Want er is heel veel talent en dat mag gezien worden. Chippy? Hey! Kijk, nu zit er wel een dier in mijn filmpje. In afwachting van uw reactie, Tico. Tico, ben jij daar? Oké, super. Ik heb wat voor je. Vangen!